alsof ik hier heel vaak zo zit, een beetje te spelen. En dat ik dan naar jou kijk. Oh, Anne, gezellig, je bent er. Pak een wijntje. Jacques, wil jij even je timing? Je moet even aan je timing werken. Ja. Want ik had nog allemaal een Pinkpop shirt van 2007 gevonden. Ja. Deze is ook echt... Ja, dit is echt allemaal nog voor Pinkpop, zag ik. Ja. Chris stond voor een halve kip en een paardenkop. Ongedwongen, maar ontdaan van arrogantie. Bewogen de vijf op het podium alsof ze nooit iets anders hadden gedaan. Dat is schattig. Dat is snoezig. Dit was een hele goede recensie. Maar dit... Ja. Kom dan. Wij doen met Kress nog steeds ook zo'n group hug. Dat hadden we dan afgekeken van Kees Joyce. En wij zongen hem op school heel veel, hè? Dan twee stemmen. Ik was al wel echt al niet meer te houden met muziek, dus het was al echt heel veel muziek. Maar inderdaad, toen ik dus dit zag, toen snapte ik ineens wat voor muziek ik wilde maken eigenlijk. En dat podium had een magische uitwerking op mij. Zo die massa die ik zag en gewoon alles wat op het podium zat. De monitoren en dan de microfoonstandaarden en de zilveren kopjes van de microfoons. Ik vroeg ook voor mijn verjaardag een microfoon. En toen kreeg ik er een van mijn ouders, maar die was dan met een zwart kopje. Moesten we terug naar de winkel en moest een zilveren kopje. Moet jij eigenlijk ook op je bekken? Ja, maar dan echt... Maar ik vind dat we sneller zo... Even kijken of ik hem nog kan. Ik had net heel erg ruzie gehad met mijn moeder. Wij noemden dat altijd grote schoonmaak. Weet je, dan soms dan liep het op. Dus er was een groot gesprek aan de keukentafel. En zij zei een paar dingen dat ik dacht... Oh, want ik dacht altijd, nog steeds heb ik dat eigenlijk. Nu heb ik het helemaal door. Ik snap al helemaal hoe het zit in het leven. Ik was toen, denk ik, 16 of 17. Dus ik had het helemaal door. En toen kwam zij met allemaal dingen dat ik dacht... Oh, weet je, het zit helemaal anders. En eigenlijk vanuit dat idee kwam ik uit Stee. Daar ga ik het liedje over. Eigenlijk letterlijk van... Dan ga ik toch zingen. If this is true, I thought then... Wat natuurlijk letterlijk is, wat zal ik dan? Het is heel instinctief geschreven. Ah ja, en dan heb je natuurlijk have to learn, have to try, have to trust. I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry. Have to see, have to know, that I can be myself. And if I could, yeah. Mijn ouders waren toen al helemaal zo van, wat was dat voor liedje, wat mooi. En toen hoorde ik ineens dat nieuwe liedje de hele tijd voorbij komen beneden, constant. Dus ik denk, wat is dat nou? Dus ik ga naar beneden. En zitten onze ouders, die zitten zo samen op de bank te snikken. En ik zeg, wat is er met jullie aan de hand? En zij zo, Jacques, wat heb je nou gemaakt? Ja, die was helemaal... Dus er was gelijk iets met dat liedje, dat je voelde dat er iets was. En ik denk dat ik dat nog niet eens zo besefte op die leeftijd. Ik heb zelfs nu soms, nu dat ik zelf kinderen heb, dat ik het eigenlijk misschien pas begrijp of zo. We leken eigenlijk nog jonger dan we waren op Pinkpop. En jij was ook al echt jong, maar ik was al 18. Being alone, there is no one you can trust. You wonder, they know who you've been last night. We waren echt helemaal niet met mode bezig of hoe je overkomt. Het was gewoon echt heel erg wie we waren. Dus er zat helemaal geen idee achter, niks. We hadden wel speciaal kleren voor Pinkpop gekocht, bijvoorbeeld. Ja, daar is dan ook alles mee gezegd. Ja. In mijn geval was daar alles mee gezegd. Ja, dan gingen we met onze moeders naar de stad en dan... Wel een dure broek had ik. Ja, jij wel. 360 maar... gulden. Ik was helemaal gehuld in gewoon zo'n groot... Van de grote modezaak, gewoon de standaard... De bekende ketent. This is true of Arden. What will I you think? Will I stay? Whether I will get away? I'm scared that I won't find a thing. And afraid that I'll turn out to be alone. But I
het was wel bloedserieus voor ons. Gewoon de band was sowieso bloedserieus. En dit was waar we ja, alles voor wilden doen. Ik wist toen niet wat de impact zou worden. Nee, dat hadden we nooit kunnen weten. Nee, dat ik er nu nog over zit te praten. I grow up to be just like you. Yeah.